Dit is Dick en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Welkom, leuk dat je luistert. Het is schadelijk, stom, fout, niet chic of zelfs strafbaar wat ze hebben gedaan. En daarvoor worden ze dan ook in de publieke opinie stevig gestraft. Ze moeten aftreden, vertrekken, hun functie opgeven. En het liefst wil niemand ze meer daarna zien. Nou, we hebben het over mensen als Hein Pieper van Nieuw Sociaal Contract, die de laatste week in het nieuws was. Of Margreet Jonker, een aangepakt Fries Statenlid van de ChristenUnie. Of Prins Bernhard met een besmet verleden. Ja, logisch kun je natuurlijk denken, want mensen uitkafferen op je werk, lid zijn van de nazi-partij, porno kijken, al te makkelijk met declaraties omgaan, nare dingen roepen via sociale media, dickpics versturen om even totaal ongelijksoortige handelingen te noemen. Dat kan natuurlijk gewoon niet, hè? Zo is dat. Zulke politici, bestuurders, leidslieden, tv-persoonlijkheden moeten we helemaal niet willen. Die tijd is voorbij. Maar ja, er is ook een andere kant, hè? Want zijn we niet te ver aan het gaan in het zoeken naar publieke zuiverheid? Is het nog wel proportioneel, hè? Je hele carrière voorbij door een enkele tweet, een fout waar je ontzettend veel spijt van hebt, of een misstap van 20 jaar geleden? Zijn we harteloos en genadeloos aan het worden? En heeft misschien het verdwijnende christelijke geloof ermee te maken dat we niet meer weten wat zonde en genade en vergeving zijn? Ja, we praten erover met hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen, Theo Boer. Hartelijk welkom. Dankjewel. Jij wint hier wel een beetje over op, begrepen we? Nou, ik wind me eigenlijk voortdurend op, daar word ik voor betaald. Ja. Maar het is echt wel een serieus probleem natuurlijk, dat één misstap en je carrière is naar zijn galimize. Dus daar wil ik er graag inderdaad wat over praten. Ja. Want het is ook alweer logisch dat mensen een soort zoeken naar van oké, maar we willen hier een. Als mensen fouten hebben gemaakt, willen we ze daarop wijzen. En dat moet op een gegeven moment ook betekenen dat je misschien zo'n functie niet kunt doen. Ja, dat betekent zeker wel. De vraag is alleen hoe ernstig moeten die fouten zijn. Maar het is wel een feit dat als jij in staat bent tot het maken van één essentiële fout, dan zegt dat mogelijk ook iets over jouzelf. Zegt het iets over je karakter. En dat betekent dat het vermoeden is dat iemand in staat is om datzelfde te doen, of dat er onder dat tapijt misschien nog veel meer ligt. Ja. Dus, en dat heet in de ethiek natuurlijk de deugd leren. Hè? Dus als je één ding fout doet, zegt dat iets over jouw karakter. Dat maakt jou vraag je af, deugd je wel? Ja, je deugd je wel. Ja. Maar is dat wat er ten diepste aan de hand is? Want volgens mij moeten we het daar dan eerst even over hebben. De analyse van het probleem. Is het probleem dat we aan de hand van een enkele fout tegenwoordig mensen wegzetten als totaal onbekwaam? En dan zijn wij blijkbaar wel bekwaam, of zijn we allemaal onbekwaam? Wat is er precies aan de hand? Nou, het is een gelaagd probleem. Een van de punten om te beginnen is natuurlijk de rol van sociale media nu. Want dus als we kijken op Twitter of op X, dan is dat natuurlijk niet het beeld van de Nederlander. Prins Bernhard bijvoorbeeld wordt natuurlijk wel, of is de afgelopen tijd nogal door het slijk gehaald. Maar dat is dan vooral op Twitter, omdat Twitter in toenemende mate een riool wordt voor mensen die hun gram willen kwijt. Dus dat wil zeggen. Dat betekent dat het een vergrootglas is. Die sociale media zijn een vergrootglas. En de vraag is of het probleem dus in werkelijkheid zo groot is als wij denken dat het is. Maar tegelijk met Bernhard wordt wel gedacht van kan je nog een school, Prins Bernhard school noemen? Moet zijn standbeeld niet worden weggehaald? Wordt over gepraat hier in Amersfoort toevallig? Dat soort dingen. Prins Bernhard Cultuurfonds. Exact. Ja, ja. Dus het heeft wel meteen gevolgen uiteindelijk. Ook wat er misschien wel over gediscussieerd wordt op X. Gevolgen in de maatschappij. Ja. Nou ja, goed, dus daar wordt over gediscussieerd, waarbij ik dus wel denk dat de hardste schreeuwers vaak de meeste aandacht krijgen. En dat er misschien toch een zwijgende meerderheid is die zegt, waar maak je je druk over? Maar die melden zich niet omdat ze zwijgen. Maar die zeggen, ja luister eens, we zijn allemaal mensen. Ja. Ook ik maak fouten. Maar ik vind het dus wel ik wind me erover op. Omdat ik denk dat het een zeer onbarmhartige tendens is. En Dick zei natuurlijk bij de introductie van heeft het iets te maken met de teloorgang van het christelijk geloof. Nou, als één ding uniek is voor het christelijk geloof, dan is het besef dat wij allemaal echt fouten maken. En dan niet eventjes, maar dat wij zondaars zijn. Natuurlijk een hele zware term, zondaar. Maar dat betekent dat er in ons mensen een systemisch probleem zit. Ja. In jou, in mij, in ons allemaal. Dus daarom ben ik ook zo. Daar, weet je waar ik me over heb opgewonden? De titel van het boek
de meeste mensen deugen. Ja. Rutger Bregman. Ja. Ik vind dat zo. Dat is dan kun je dus zo verschrikkelijk teleurgesteld worden als je dat zegt. Toen er twee vliegtuigen van Boeing uit de lucht vielen. Eentje in Indonesië en eentje in Ethiopië. En allebei geen overlevenden. Toen was de reactie van Boeing: de meeste Boeings deugen. Daar heeft een mens geen boodschap aan. Het feit is dat Boeings kennelijk uit de lucht kunnen vallen. En daar moet iets aan gedaan worden. Dat waren die Boeing-types die die Max, hè? Ja, ik wou zeggen die alleen fouten hadden. Ja. Die dus meestal wel deugden, maar soms dus niet. Dus die vlieger ging niet op. Dus de meeste mensen deugen. Ik denk dat, nu hebben we natuurlijk de situatie rond Israël. Daar zijn de meest gruwelijke beelden van zichtbaar geworden. Dus met andere woorden, we moeten ons realiseren dat fouten maken een essentieel onderdeel is van ons mensen. Maar dat betekent ook dat ik niet alleen naar anderen wijs, maar dat ik ook naar mezelf kijk. Ja. En dat is interessant. Dan gaan we zo nog even door. Vooral op dat de christelijke theologie erachter zit en hoe je daar naar de samenleving en naar mensen dus kunt of moet kijken. Dat onberispelijk zijn, hè, dat lijkt wel een tendens in de samenleving. We willen eigenlijk gewoon mensen die helemaal deugen, inderdaad. Die eigenlijk van onbesproken gedrag zijn. Op zich is dat toch niet zo gek, hè, dat je in een publieke functie zegt: oké, helemaal fantastisch dat jij dit gaat doen, maar je moet inderdaad wel deugen. Ja, je moet wel deugen. En het punt is dat er niemand is die geen fouten maakt, dat weten we ook. Maar de ene fout is de andere niet. Nee, exact. Dus je moet je ook afvragen hoe ernstig is de fout. Overigens is iemand natuurlijk onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En dan moet je bij fouten maken ook nog een onderscheid maken tussen strafbare feiten en onwenselijk gedrag. Ja. Want als ik mijn buurvrouw uit zou maken voor voor iets heel ergs, dan is dat is asociaal gedrag. Ja. En dat is ook niet goed. Maar tegelijkertijd, allemaal maken we dat soort fouten. Dus is het strafbaar of is het niet strafbaar, is belangrijk. En iemand is onschuldig tot het tegendeel blijkt. Maar ik denk dat belangrijk is hoe we met onze fouten omgaan. En dat is misschien wat er wel het meeste steekt. Als iemand een fout maakt en daar recht voor uitkomt, dan is het toch weer anders dan dat hij zegt: ik kan me dat niet herinneren. Of het is helemaal niet waar. En dat is met Bernard het geval. Die zegt op mijn hand op de Bijbel: ik ben nooit lid geweest van de NSDAP. Ja. Dat is natuurlijk heel raar. Dat je, ik zou zeggen, geef je fouten toe. Maar ja, dan is er weer een ander deel van de maatschappij dat zegt van: die sorry-cultuur, die willen we niet. Je hebt die fout nu gemaakt en je zegt alleen maar sorry om er van af te zijn. Ja. Dus het is ook nooit goed. Nee, we willen ook. Ja, je moet het voelen. Je moet ook wel een zeker oprecht berouw hebben. En dan vind ik dat moeten we als samenleving de moed hebben om te zeggen: als dat een oprecht gevoel van bedroefenis is over je eigen verleden, dan accepteren we dat. Waarbij wel gezegd moet worden, natuurlijk, dat er soms slachtoffers aan zijn. En ja, een maatschappij kan iemand iets niet vergeven. Dat is natuurlijk het slachtoffer uiteindelijk. Wij kunnen niet tegen iemand die seksueel misbruik heeft gepleegd, kunnen wij niet zeggen: ach, dat valt wel mee, want je hebt sorry gezegd. Maar in het algemeen, hoe je met je fouten omgaat, lijkt me heel essentieel. En zijn we dat een beetje kwijt, hoor ik je dat zeggen? Dat we in deze tijd niet meer goed weten hoe we met de fouten van onszelf, met de fouten van anderen moeten omgaan. Dat we dus niet zo goed meer onderscheid kunnen maken tussen grote fouten waar echt consequenties aan moeten zitten en kleinere misstappen. Nou ja, goed, die ieder mens maakt. En het is heel vervelend, maar laten we dan toch maar doorgaan. Dat we niet met onze fouten kunnen omgaan, dat lijkt me een heldere zaak. Maar dat is misschien ook wel van alle tijden, hoor. Als ik even denk naar de generatie van mijn ouders. Nou, mijn ouders zijn geboren rond 1920. Ik weet eigenlijk, mijn ouders zijn ontzettend lieve mensen. Maar ik denk dat ze eigenlijk vrijwel nooit sorry gezegd hebben. Mm. Nooit excuses gemaakt hebben. Misschien één of twee keer. Maar dat was zelfs die generatie die dan ook heel christelijk was opgevoed, die kreeg dat niet over zijn lippen. Wel in de kerk. Dan bad je van voor de vergeving. Ja. Oh, Heer, vergeef ons. Enzovoort. Dat vind ik ook echt heel belangrijk. Ik wil er niet neerbuigend over doen. Maar het gewone dagelijks leven. Ik heb een fout gemaakt. Dat kwam ook de generatie van onze ouders niet over de lippen. Nee, dat kreeg je als kind niet te horen. Precies. Sorry, naar kinderen was er niet bij. Zeg maar. Nee. Dat was natuurlijk wat veel gezegd wordt. Je kon als
Als kind kreeg je dat niet te horen van je ouders. Nee, kreeg je niet te horen. Het is een heel raar, een hele rare paradox natuurlijk. Omdat we het wel dus elke zondag in de kerk baden. En dan zou je zeggen, ja, maar dan moet het ook, als je onderling fouten hebt gemaakt, moet je dat ook dus ruiterlijk kunnen toegeven. Maar dat kunnen we niet. Daar zit een serieus probleem in het toegeven van je eigen fouten. En dan zit natuurlijk nu in de huidige tijd ook nog het probleem van de juridisering in. Dat op het moment dat je aangeeft dat je een serieuze fout gemaakt hebt, dan heeft dat misschien wel gevolgen in financiële termen ook. Ja. Ik denk dat een van de redenen is waarom soms de katholieke kerk nog weer niet ruim genoeg... De claimcultuur. Ja, want dan ben je zo een aantal miljoenen verder. Ja. En dan weet je dat bijvoorbeeld in Canada of in Amerika, de VS, zijn complete bisdommen failliet gegaan. Ja. Dus daar zit ook iets van, pas op, geef niet toe dat je fout hebt. Want dan binnen de kortste keren word je ook aansprakelijk gesteld voor de mentale schade die je hebt aangericht. Ja. Ja. Maar wanneer kun je zeggen, dan, zeg maar, wanneer een fout te groot is, zeg maar, dat iemand echt weg moet, even plaats moet maken. Of dat je kan zeggen, oké, iemand erkent zijn fout en kan blijven zitten. En heb je nog de tussenvorm eigenlijk, je moet wel weg, maar je wordt niet in die zin, nou, noem het even, gecanceld, dat je ook op een andere plek nog wel weer verder kunt. Hè, dat is altijd een beetje, waar ligt daar een soort grens? Kun je dat aangeven? Ja, dat vind ik verschrikkelijk moeilijk. Maar in het algemeen denk ik wel dat als iemand echt een strafbaar feit gepleegd heeft, dan wordt dat wel heel serieus. Iemand in een publieke functie moet eigenlijk gewoon geen strafblad hebben. Nee. Behalve dus misschien een verkeersboete of zo, maar echt strafblad, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. En het andere is dat als je het hebt over, ik denk een mevrouw Jonker in Friesland, hè, die heeft dan niet zozeer een strafbaar feit gepleegd. Dus die heeft in het statenlid was zij voor de ChristenUnie. En ze heeft verzwegen dat haar man op dat ongeluk in de klachtenprocedure zat. En dat was wel, en daar is het punt, dat is niet strafbaar. Nou, dat is wel een fout geweest in relatie tot de ChristenUnie. Want die hebben een code of ethics, een ethiekcode. Die zegt, je moet over dit soort dingen open zijn. Dus dan ben je nalatig eigenlijk. Dan ben je nalatig in de kring waar jij dan functioneert. Dus dat vind ik ook. Dat vind ik ook wel. Dan moet je niet onmiddellijk zeggen, nou ja, hazant erover. Zij wist dit. En dat had ze, daar had ze zich, voor zover ik het ken hoor. Ja. Daar had ze we hebben een uitgebreid verhaal in Nederlands Dagblad inderdaad gehad daarover. Waarin Sjeer Kuiper dat helemaal uitgezocht. Maar inderdaad, zij had iets verzwegen. En dan kan het zijn dat als je, als de partij concludeert van je hebt de regels overtreden, dat het dan ook einde verhaal is bij je. Ook al heb je dan 20 jaar, dat voelt zo hard, hè? Dan denk je, ja, verdikke me, ik had het even moeten zeggen. Maar goed, oké, ik was ook aan het uitzoeken en er was iets met mijn man. En het was in zijn leven voor ons samen. Ja. Moet eerst even uitzoeken. Ja. Maar toch word je er dan op afgerekend en sta je gewoon hartstikke idee aan de zijlijn. Ja, nou ja, ik vind dat eigenlijk wel een beetje terecht. Omdat je dan gewoon de spelregels niet hanteert. En kijk, een van de redenen waarom we misschien wat losser zouden moeten gaan worden is omdat iedereen langzaamaan dit soort fouten lijkt te maken. En dan houden we straks geen openbaar bestuurders meer over. Ja, wat neemt het aantal spelregels en normen en wetten en ethiekcodes, neemt dat toe? Dat is mijn gevoel, zegt van wel. Ja, absoluut. Je ziet het in alle takken van sport. Of het nou om juristen gaat of om artsen. Dus, en die hele protocolisering van het gedrag, dat duidt eigenlijk, ik zei het aan het begin van het gesprek al, deugdethiek. De deugdethiek betekent dat je ervan op aan kunt dat iemand gewoon een deugdzaam mens is. Dat die deugt, dat die niet in staat is tot het doen van rare dingen. Wel nu, omdat wij natuurlijk nooit in iemand kunnen kijken. En omdat we anderen toch eigenlijk graag willen controleren, stellen we een set gedetailleerde regels op waar iemand zich dan aan moet kunnen houden. En dat wordt steeds gedetailleerder. En dus dat is eigenlijk, is dat de dood in de pot voor de echte deugdethiek. Een deugdethiek is een beetje een verdachte term. Maar ik ben er heel erg voor. Namelijk, zorg er gewoon voor dat je een goed mens bent. Een grote filosoof Richard Hare heeft dus gezegd, de beste manier om deugdzaam te lijken is deugdzaam te zijn. En dat betekent, zo simpel is het. Ja, nou ja, en wat je in de deugdethiek dus hebt, is dat, en zo is het wel, dat op het moment dat je één keer iets fout doet, dan kan het zijn dat zei C.S. Lewis trouwens ook, één keer iets fouts doen betekent ook dat je karakter daarmee een kleine vorm van schade leidt. Dan vervolgens kun je zeggen, ik ga dat nooit meer doen en ik houd mijzelf
accountable. En ik, dus dan ga je proberen die fout te herstellen. En dan valt het misschien met het verlies aan deugdzaamheid wel mee. Maar wanneer je één keer iets doet en het dan vervolgens nog weer en nog weer en nog weer, dan wordt het een ingeslepen gewoonte. En dat heet een ondeugd. En daarom vind ik het wel heel belangrijk dat we die discussie nog blijven voeren over wat is nou een goed mens. En dat is meer dan alleen maar dat je de regels houdt. Oké, wat is een goed mens dan? Want dat is wel interessant inderdaad. Van wanneer ben je een goed mens? Nou, wanneer je een goed mens bent, ja, misschien ga ik dan toch wel een beetje eventjes terug. Ik heb in het Nederlands Dagblad ook onlangs een artikel geschreven over de 10 geboden. Dan gaat het over niet echt breken en niet doodmaken en niet stelen. Eigenlijk is dat een prachtig, prachtige kapstok. Kun je alles aan ophangen hoe je je moet gedragen. Echt alles aan ophangen. Dat heeft Calvijn op een hele prachtige manier gedaan. Hij heeft niet alleen gezegd van niet doden betekent je mag niet doden. Maar niet doden betekent ook in positieve zin je naaste alles gunnen. En niet echt breken betekent niet alleen dat je niet vreemd gaat. Maar het betekent ook dat je probeert je partner in de watten te leggen. Dus dat zijn allemaal mooie eikpunten. Waarvan ik zeg eigenlijk stuk voor stuk daar zouden we misschien nog eens wat vaker over moeten praten gewoon. Mm. En het grote probleem is tegenwoordig wel, dat heb ik ook in dat artikel gezegd, dat wij het ook wel erg makkelijk maken. Dus dat te zeggen, de 10 geboden zijn een soort richtlijnen. Je kunt ermee doen wat je wilt, hè. Houd ze in gedachten, maar ze mogen best pijn doen, vind ik. Wie zijn we dan? Ja, we maken het mensen makkelijk. In de kerk bedoel je dan? Ja, in de kerk, maar daarbuiten ook. Er zijn een aantal regels van ik denk, noem maar wat. Het voorbeeld van eer je vader en je moeder. En dan, ik ken mensen in mijn omgeving die dus bruut gebroken hebben met hun ouders. En die zeggen ja, niet dat die ouders hun misbruikt hebben of dat. Maar die zeggen, ik ben helemaal klaar met mijn ouders. Ik wil helemaal niks meer met te maken hebben. En dan denk ik, ja, luister eens, eer je vader en je moeder is niet geschreven, dat gebod, is niet geschreven voor mensen met fantastische ouders. Die waar je zo verschrikkelijk graag komt. Dan zijn die geboden leeg. Dus eer je vader en je moeder is natuurlijk geschreven voor mensen die misschien wel hele vervelende ouders hebben. Hele claimende ouders. Anders heb je zo'n gebod niet nodig. Anders heb je het niet nodig. Nee. En het niet stelen is ook niet geschreven voor mensen die toch alles al hebben. En die niet stelen is geschreven voor mensen die het water aan de lippen staat. En die denken, nu moet ik iets van een naaste pakken. En niet liegen is hetzelfde. Dus het is niet geschreven voor mensen die toch niks te verbergen hebben. Snap je dus? Helaas wordt er ook gestolen beetje door mensen die heel veel hebben. Maar goed. Dat ook is, zeker. Ja. Maar het moet allemaal wel. Ja, ik denk dat de ethiek ook een beetje moeilijk moet blijven. Het moet pijn doen. Ja. En pas no pain, no glory. Dus nee, precies. Dus wel pijn doen en tegelijk wel. En die genade komen zo wel even op. Maar tegelijk hoort die genade er inderdaad wel bij. Ja. Ja. Maar ik wil dan toch nog even naar die regels terug. Ja. Want ik ga dan toch wel even daarvoor voor die trend opnemen, denk ik. Er zijn natuurlijk best wel vroeger veel mannetjes. Op een manier zijn het meestal de mannen, denk ik. Hoogopgeleide mannen van een zekere leeftijd. Die met heel veel zijn weggekomen. Ja. Omdat mom van, jongens, iedereen maakt fouten. En dus zijn er bepaalde mensen die daar ontzettend van geprofiteerd hebben. En andere mensen die daar juist ontzettend onder geleden hebben. Ja. En misschien moeten we ook even een man-vrouw onderscheid hier maken. Ik denk dat dit voor mannen meestal een vrij voordelige manier van daar ben ik het helemaal mee eens. Van zaken doen was met elkaar. En we vegen het wel onder het tapijt, want we zijn allemaal zondaren. Ja, nee, maar dat is. Ik maak me ook echt wel zorgen over het verlies aan normatief normbesef bij mensen alom. En dus ik zeg daarbij ook als gelovig mens echt serieus ook. Ik kijk ook naar mezelf. Dus Sartre zei de hel, dat zijn de anderen. Het zijn altijd de anderen. Mm. Maar zeker er zijn vormen van gedrag waar ik me zeer ernstig zorgen over maak. En normverlies. Kijk, dan zeg je bijvoorbeeld een programma als wat is dat liedjesprogramma ook alweer, waar Ali B is weg. The Voice. Nou, prachtig programma. Maar eigenlijk vind ik dat ook wel verschrikkelijk om te horen dat daar zoveel is misgegaan. Eigenlijk weet je het wel een beetje. Ik weet het uit de kunstsector ook wel, van nabij kring. Mm. Van eigenlijk als je als jonge vrouw een betere rol wilt krijgen dan. Ik zal de termen niet gebruiken die ik uit die kring heb gehoord. Maar dat is toch dat je je omhoog werkt.
dat is allemaal heel... Dus als vrouw en dat je als vrouw gewoon het nakijken hebt in relatie tot je mannelijke collega's. Doen wat ze willen. In Hollywood weten we dat het ook zo is. Dus dat is eigenlijk heel erg. Er is een sprake van een normvervaging. En dat is ernstig. En dat bijvoorbeeld Rutte, die ik bedoel, ik ben een heer, een heel overheidsgetrouw mens. Maar zo vaak als Rutte iets is vergeten. Op een gegeven moment geen actieve herinneringen meer aan hebben. Op een gegeven moment denk je, kunnen we weer terug naar een echt integer politicus of bestaat dat niet? Nee, dus de regels nemen toe, we krijgen steeds meer regels, maar de normen vervagen. Kun je dat zo zeggen? En heeft dat dan met elkaar te maken dat we steeds meer regels krijgen omdat we steeds minder normen hebben? Misschien zijn er wel in de samenleving gewoon tal van een behoorlijk tegengestelde bewegingen gaande. De normen vervagen, de normen vervagen. Waarbij je misschien heel het algemeen kunt zeggen dat de norm die vrij helder is. En daar ben ik ook wel heel blij omdat die zo is. Namelijk dat als het gaat om bepaalde vormen van intimiteit in elk geval, dan moet daar de betrokken persoon moet daar altijd helemaal vrij in zijn. Dat is een van de grote dingen waardoor, met name in de cultuursector, waar dingen fout gaan, dat is dat er sprake is van een machtspositie van met name mannen, niet alleen mannen, machtspositie, waarbij intimiteit eigenlijk wordt opgedrongen. Dat vind ik een hele goede regel. Het woord consent is dan nu helemaal in. Ja, precies. Ja. Dus intimiteit is in ieder geval iets van mensen die op een wilsbekwame volwassenen die totaal vrij zijn en die ja tegen kunnen zeggen. Dus daar zijn de normen strenger geworden, zou je kunnen zeggen. Absoluut strenger geworden. Op dat vlak. En dat, daar zijn we denk ik allemaal heel erg blij om. Maar goed, ja. Maar op het vlak van liegen bijvoorbeeld, op het vlak van... en dan dingen niet meer weten. Ik bedoel, je noemde net Rutte. Dat is allemaal een stuk makkelijker. De waarheid is denk ik in de huidige tijd. We zitten nu in 2023. De waarheid is een groot slachtoffer geworden. Dus inderdaad, de waarheid spreken over jezelf. Dat is een serieus slachtoffer geworden. Natuurlijk waar ik... Daniel zei, Theo Boer wint zich op, maar over Trump heb ik al in 2016 of 2015 al nachten wakker gelegen. Dat hier de waarheid zo ontzettend een speelbal is geworden van onze belangen. Dus, en de waarheid, de feiten doen er dan niet meer echt toe, hè? De feiten doen er niet toe. En zowel enerzijds dat er dus mensen glashard gewoon liegen, maar tegelijkertijd andere mensen zeggen ook, nou, waarheid bestaat überhaupt niet meer. Dat zijn heel ernstige dingen. De grote filosoof Immanuel Kant, die had het over dat er eigenlijk in de samenleving twee grote steunbeeren zijn voor de moraal. Het ene is de erkenning dat je geen onschuldig mens mag doden. Nou, kijk maar eens naar de dorpjes rondom Gaza nu. Maar het hecht is geen onschuldig mens doden. En de ander is, je moet de waarheid spreken. Dat zijn de twee basale pijlers van de maatschappij. Nou, de waarheid is op dit ogenblik een serieus slachtoffer. Maar eigenlijk zijn dus inderdaad die twee tendensen, zou je kunnen zeggen inderdaad. Hè, dus die hogere normen en inderdaad tegelijk ruimte geven. En dingen sneller accepteren. Maar zit dat, je noemde het al even, hè, alle mensen deugen. Als je gelooft dat de mens goed is, wordt het dan gewoon ingewikkelder om ook te accepteren dat er misstappen worden begaan? Ja, de vraag dat je het is eigenlijk dus niet snapt. Ja, de vraag is dus, heeft men het geloof dat de mens goed is? En er wordt natuurlijk dat in principe wel, denk ik. Want het kernstuk van het christelijk geloof is dat je als mens zo diep in de puree zit, dat je verlossing nodig hebt, dat je een redding nodig hebt die jij zelf niet kunt, die je gewoon niet kunt bewerken. Je bent afhankelijk van een redding van buitenaf, in principe dus van onze schepper. Dat besef, als je niet godsdienstig bent, dan ben ik ook wel heel benieuwd hoe je dan omgaat met de menselijke fout, zoals het in de Engels heet. Hè? Hoe ga je dan om met het systemische probleem wat wij allemaal mensen hebben, dat we in staat zijn tot vreselijke dingen? Ga je het ontkennen?
En wat ik al zei, de helden zijn heel vaak de anderen. Dus er gaan mensen, het zijn de Amerikanen, of het zijn de Russen, of het zijn de Palestijnen, of het zijn de Joden, of het zijn de grootgrondbezitters, of het zijn de banken, of het zijn de politici. Het zijn allemaal zakkenvullers. Maar wij zijn het nooit zelf. Mm. En misschien is dat wel waarvan ik hoop, mogen dat besef weer terugkomen, een besef van zelfkritiek. Dat prachtige verhaal in het evangelie, dat is dat er op een gegeven moment staat er een man, misschien is het trouwens maar een verhaal en niet echt gebeurd, dat weet ik niet, maar die zegt zo'n, die bedelaar, die zegt, oh God, wees mij zondaar genadig. Dat is een van de hoogtepunten van de Bijbel, dat iemand zegt van, ik ben gewoon, trouwens, ik moet even denken aan een gebed wat ik ooit hoorde, heel lang geleden. En dat was wel heel grappig. En diegene die bad, oh God, u weet niet half hoe slecht wij zijn. Dat vond ik wel grappig, hè? Maar de gedachte, zeg maar, dat God dat inderdaad niet weet. Ja, God er ook behoorlijk van schrikt. Ja, zo erg is het echt, ja. Ja, zo is het. Maar ik vind dat besef, dat is toch het begin van cultuur. Dat je zegt, het gaat van de Duitsers zo mooi zeggen, meine Schuld, meine große Schuld. Ik bedoel, komt uit het Latijnse missaal. Maar dat besef, ik ben een zondaar. En als dat verloren gaat in de maatschappij, dan ga je dus naar allerlei mensen wijzen, maar vooral niet naar jezelf. Ja, je wil eigenlijk gewoon geloven, dat juist omdat je wil een soort geloven in de goedheid van de ander. Hè? Je zal het goed bedoelen. Ja. En daarmee het idee van hey, die ander deugt. En dat helpt je om, en dan denk je, ja, daardoor deug ik ook. Hè? Ik geloof dat de ander het ook goed bedoelt. Dat de ander het goed bedoelt. Dat is volgens mij ook maar wat je ziet gebeuren. En daarna krijg je dus enorme teleurstelling. Want die ander die bedoelt het dus blijkbaar ineens niet goed. En ik had zo ontzettend gehoopt op die nieuwe politieke partij. Ik had zo ontzettend gehoopt op die nieuwe publieke figuur. Ik had hoop houden daardoor. Ja, precies. Maar verdraait nog aan toe. Die gaat ook op zijn bek. Ja, die dominee die blijkt ook zijn handen niet te hebben kunnen thuishouden. Enzovoort. Ja. Nou, overigens, dat is nou weer, als een dominee zijn handen niet kan thuishouden, vind ik dat echt wel heel ernstig. Dus dan dat is oppoepelen geblazen. Nou, in ieder geval een afkoelperiode van 3 jaar of 5 jaar of weet ik, boetedoening, noem het maar. Maar heel in het algemeen over ons mensen algemeen gesproken zou je eigenlijk moeten zeggen, we moeten altijd met 2 woorden spreken over mensen. Namelijk mensen zijn, meeste mensen deugen en tegelijkertijd ook, alle mensen zijn ook zondaars. Dus dat heeft de grote de theoloog Niebuhr heeft ooit gezegd en ik weet dat Dick Schinkels ook daar ook wel van die man houdt. Ik zit al enorm te knikken. Ja, nee, maar dat er worden allemaal grootheden aangehaald. Dus dat is prachtig. Maar bijvoorbeeld die heeft gezegd over democratie. Ja, je weet, democratie is mogelijk vanwege de goedheid van de mens. En zij is nodig vanwege de slechtheid van de mens. Ja. Dus dat is met 2 woorden spreken. Zeggen we, Daniel, Dick, Theo, wij zijn ook zondaars. Wij alle 3 zoals we hier zitten zijn zondaars en zijn in staat tot het maken van serieuze fouten. En tegelijkertijd bedoelen we het ook goed en gaan we regelmatig op onze knieën en zeggen, vergeef me. En dat met 2 woorden spreken, dat kunnen heel veel mensen niet meer. Dus dan zijn het, ik ben goed en de anderen zijn slecht. Of alle mensen zijn goed, maar er zijn maar een paar die heel slecht zijn. Of... Ja, en die moet je dan uitzuiveren, want dat zijn de rotte appels. Ja, dus wij missen het vocabulaire om de paradox in ons menselijk bestaan, die gewoon de paradox van goedheid en slechtheid bij elkaar, om die nog een plaats te geven. Maar heeft dat dan met secularisatie te maken? Nou ja, misschien wel. Niet noodzakelijk, denk ik. Want je kunt natuurlijk ook een totaal ongelovige persoon zijn en toch zeggen van mensen zijn in staat tot hele nare dingen en mensen zijn in staat tot hele goede dingen. Alleen als je een doorgewinterde seculier bent, dan wordt het wel lastig om te praten in termen van verlossing. Want er moet wel allemaal van ons komen. Het kan van het universum komt het natuurlijk niet. Want wij zijn, als je ongelovig bent, dan zijn wij mensen het hoogste wat er in het universum, zoals wij dat weten althans, bereikt kan worden. Dus als wij uit onze puree bevrijd moeten worden, zal het toch van onszelf moeten komen. Maar dan is het toch logisch dat je dat met een heleboel regels, extra regels, met het controle en soort probeert op te lossen. Ja. Dan is dat het enige middel dat je hebt. Ja, dan wordt het. Ja, dat klopt. Dan moet je het met allemaal regels gaan oplossen. Maar dan komt er dus nog een theologisch begrip bij, waar je het al even over had, Daniel. Dat is natuurlijk het begrip vergeving. Als er echt schuld is bij mensen,
dan zegt een gelovig mens, en dat is natuurlijk in het christendom, maar ook in andere godsdiensten, zegt een gelovig mens, er is een hogere macht die mij van die schuld kan, die schuld van mijn schouders kan nemen, die het kan rechtzetten. Ik kan er misschien voor boeten, maar daar is ergens een soort hoge rechterlijke macht die de zaak nog een beetje de touwtjes in handen heeft. Dat is een troostrijke gedachte. Het is trouwens ook wel een troostrijke gedachte wel. En misschien moeten mensen die nu op heterdaad zijn betrapt omdat ze iets vreselijks hebben gedaan, ook wel eigenlijk wel blij zijn dat dat is gebeurd. Want dat betekent dat zij daarmee ook, als het ware, hun een gelegenheid wordt geboden tot boetedoening. En dat is misschien het begin wel van dat je er eindelijk weer van loskomt. Dus, en dat je toch een beter mens kunt worden. Ja. Ondanks die enorme misstap dus daarna. Dus wees misschien maar blij dat die misstap... Maar het wordt ook een beetje makkelijk, toch? Het is toch... Er is altijd vergeving. Wat je ook doet. Want dat is natuurlijk wat je vaak ook in de kerk hoort. En ergens erger ik me daar ook aan. Maar ja, maar goed, oké, die persoon heeft een misstap begaan. Maar we geloven in vergeving, dus kom er maar weer bij. Verschrikkelijk, ja. En dat is natuurlijk de andere kant. In die Belgische documentaire serie over dat misbruik in een katholieke kerk. Dus op een gegeven moment ook, er is ook een gesprek opgenomen tussen de bisschop van Geluwe en zijn neefje. En dat werd voorgezeten door de aartsbisschop Dan Niels. En Dan Niels, dus die is baas van de kerk in België, die zegt dan tegen het neefje van, je hebt hem toch vergeven. En dus zand erover. Maar dat is een begrip van de goedkope genade. Dat zei de theoloog, misschien dat ik hier te veel theologen aanhaal, een filosoof, maar Bonhoeffer zei, de theorie van de goedkope genade heeft meer kapot gemaakt dan ooit de enige theorie van de werken der wet. Dus de goedkope genade. Hè? Wie was het die zei, God, dat was een of andere... Het was een Duitser die het in het Frans zei. Dieu pardonne ses son métier. God. Ik dacht dat het Voltaire was. Nee, het is een Duitser geweest. Komen we nog wel. Zoeken we op. Zoeken we op. Maar God, vraagteken, vergeven, dat is een vak. Daar is hij gewoon goed op. Net als de Nederlandse bank heel goed eurobiljetten kan drukken. Hè? Dus als we te weinig geld hebben, zet gewoon een geldpers aan en is het weer goed. En als we te veel fouten hebben, dan vragen we God om vergeving. En dan zit het ook allemaal weer goed. Precies. Dus de goedkope genade. Maar dat is natuurlijk de andere kant. Dat gaat natuurlijk vreselijk mis. Verschrikkelijk mis. En dat is en dan zegt een religieuze visie op kwaad en onrecht dat op het moment dat er kwaad is geschied, dan is er ook echt iets aan de hand. En dat betekent dat vergeving dus niet iets is van, ach weet je, we praten er niet meer over. Maar dan is er misschien wel, ik vind dat wel heel lastig om over te praten, want ik weet het zelf ook niet, maar er is in kosmische zin gewoon iets fout gegaan. Waarom zou je dan in het christelijke gebed het Onze Vader, een van de bedes van het Onze Vader is, vergeef ons onze schulden. Wat kan dat anders betekenen dan datgene, dan dat wanneer wij allerlei fouten maken, of het nou is dat we iets gestolen hebben, of omdat we de belasting ontdoken hebben, of omdat we mensen gekleineerd of gepest hebben, of dat we echtbreuk gepleegd hebben, dat je daarvan allemaal zegt dat het niet alleen schuld is richting die naaste, maar ook richting degene die jou gemaakt heeft. Met andere woorden, dus wat wij hier gewoon verknallen in dit bestaan, dat is niet alleen, dat doen we elkaar niet alleen elkaar aan, maar dat doen we ook onze schepper aan. Dus vergeving, dat doet onze schepper ook pijn. Dus dat kan je niet lichtvaardig over zijn. Dus het is een en al balans. Aan de ene kant, zeg maar, juist niet snel cancelen en zeggen, oké, maar iemand heeft een fout gemaakt. Die moet meteen weggebonjourd worden. Ja. Maar aan de andere kant ook niet, inderdaad, dat het inderdaad allemaal maar kan, want er is wel daadwerkelijk echt iets gebeurd. Je hebt iets goed te maken met een ander. Je hebt iets goed te maken met God. Ja, geen goedkope genade, geen niet zomaar vergeving roepen. Dus het is echt wel zoeken naar die balans en elke keer er eigenlijk wel echt doorheen in elk geval. Ja. Dus niet snel vergeving en niet snel weg maar, want dan is het tenminste het kwaad ook weer uit ons beeld. Nee, dus je moet het misschien dus weer met twee woorden spreken, dat je aan de ene kant zegt wat er gedaan is, wat ik gedaan heb, wat er gebeurd is heel ernstig en tegelijkertijd mag je ook weer op enig moment opgelucht ademhalen en zeggen, ik weet dat het nu gedaan is. Jezus die heeft op een gegeven moment gezegd, hoe vaak moet je je naaste vergeven? 7 × 70 maal. Nou, wat is 7 × 70? Dat is 490 keer. Dat is natuurlijk onzin. Dat wat daarmee bedoeld wordt, dat zijn symbolische getallen voor
oneindig. Gewoon oneindig veel. Dus dat betekent dat je voortdurend fouten blijft maken. En dan ook weer mag blij zijn dat het goed is gekomen. Wat bijzonder is met Jezus. Ze zeggen wel eens van, weet je, Jezus heeft de Oud-Testamentische wet afgeschaft. En die heeft nu gezegd, het gaat alleen nog maar om de liefde en de vergeving. Maar in werkelijkheid heeft Jezus eigenlijk de Oud-Testamentische geboden eerder aangescherpt. Dus je mag niet alleen niet doden, maar zelfs niet schelden. En je mag niet alleen niet echt breken, maar jezelf mag niet zelfs niet flirten met een vreemde partner. Dus op dat punt is Jezus eigenlijk stringenter geworden. Wat heeft hij dan wel met de wet gedaan? Hij heeft de strafmaat aangepast. Hij heeft gezegd van, ja, maar dus de geboden worden strenger. Maar wees dan barmhartig als iemand in de fout is gegaan. Mm. Dat is wel een mooie les voor nu, inderdaad, zou je kunnen zeggen. De geboden, wat Dick al constateerde, worden strenger. Komen er meer. Ja. Maar tegelijk, wees dan wel barmhartig. Ja, wees dan wel barmhartig. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Of hoe zouden we dat, of hoe zou je dat als christen, als gelovige in deze samenleving kunnen uitdragen? Wat zou dan een positie zijn die haak staat op deze trend waar jij je zorgen om maakt? Nou, misschien dat. Dat wij zelf in de richting, het is heel moeilijk want om dit voor een microfoon te zeggen, dat dit heeft natuurlijk geen enkele zin, maar in ons eigen leven, dat wij dingen niet nadragen, anderen niet nadragen. Dat is wel moeilijk hoor, als iemand jou echt iets heeft aangedaan en ja, dan weet je, de mensen doen verschrikkelijke dingen. Elkaar aan, ja. hebben we net geconstateerd. Ja, nou heb ik het even dan niet over misbruik, seksueel misbruik of zo, want dat is nog weer een aparte categorie. Maar ik denk dat wij allemaal wel, ik ben nu 63, met lijstje van mensen die mij een poets gebakken hebben, wordt steeds langer. En dat is in het algemeen. Naarmate je langer leeft. Ja, naarmate je langer leeft, wordt dat lijstje van mensen die jou, waarvan je zegt, oh ja, ik weet dat je ooit heb je met dit geflikt. En bij die weet je ooit dat je, dat lijstje wordt steeds langer. Dus dat er is in 1 Korinthe 12, zo, daar gaat het hooglied van de liefde. De liefde is niet dit, de liefde is niet dat. En dan staat er in de Engelse vertaling, love is patient, love is kind, love does not keep record of wrongs. Mm. Dat is een mooie term. Een lijstje bijhouden, ja, precies. De liefde houdt geen lijstje bij van de dingen die jou zijn aangedaan. En dat vind ik eigenlijk, ja, dan moet je misschien dus ook een punt kunnen zetten. Achter, dus loslaten is dat. Loslaten. Nog los van de vraag of dat er dermate vreselijke dingen gebeurd kunnen zijn. Mm-hmm. Dat het gewoon ook psychologisch niet mogelijk is. Nee, dat het precies. Een godswonder is als jij dat nog kunt vergeven of vergeten. Ja. Maar bij de gebruikelijke, bij ernstige dingen moet je toch zeggen, het is weg. Ik besluit dat, bewuste wilsakte. Ik besluit dat ik dat ander niet nadraag. Ja, en dan even voor de goede orde, dan maak je dus een onderscheid met wat je net noemde met misbruik. En, ja, nou ja, de misbruik. Wat ik bedoel, ja, er zijn nogal verschillende categorieën natuurlijk van wat mensen je kunnen aangedaan hebben. Dat is natuurlijk het vreselijkste, inderdaad, misbruik. En natuurlijk in de showbiz is het ook wel toch wel duidelijk dat er soms ook sprake is van het misbruik van minderjarigen. Ja, en Jezus zegt op enig moment, misschien dat hij hier wel bedoelt, maar dus die het heeft over kinderen, dan zegt hij van, als je een van deze kleine verleid hebt, dan is het beter dat je niet geboren was, of dan is het maar hè, de molensteen enzovoort. Steen, ja, dan, wat zegt hij dan precies? Want dan zit die molensteen om je nek. Ja, dus dan zijn gewoon dingen die zijn zo gegooid. Ontzettend ernstig en zo goor, dat het eigenlijk bijna niet vergeven kan worden. Nee, je moet het dus niet afdwingen bij de ander, maar meer naar jezelf kijken van, kan ik dit inderdaad, kan ik dit achter me laten? Kan ik zorgen dat ik niet een lijstje opstel van allerlei mensen die iets mij hebben aangedaan, waardoor ik, daar ga je ook heel verbitterd door het leven. Even los is van hele ernstige dingen nogmaals, waar je niet makkelijk over moet praten van vergeving is. En kan ik het recht dan aan God overlaten? Ja. Dat het uiteindelijk rechtgezet wordt, dat ik dat niet zelf hoef te regelen. Nou, dat kan dus een stoplap zijn, maar je kunt ook tegelijkertijd zeggen, dat is natuurlijk in die prachtige requiems die we, een van de prachtige, er staat volgens mij op nummer 2 in de klassieke top 100 of zo, het requiem van Mozart. Ja.
Wat is een requiem? Een requiem is een mis die geschreven wordt naar aanleiding van iemands overlijden. Waarom? Om te zorgen dat iemand de fouten die hij in zijn leven gemaakt heeft, dat die bij God bekend zijn en dat die vergeven worden. Dan heb je dat prachtige dies illa, dies irae. Dat is vertaald, is dat voor die dag, die verschrikkelijke dag, die dag van de toorn. Er is een moment waarop de ondersteen boven komt en dat is dat is een vreselijk vooruitzicht, maar tegelijkertijd ook een garantie dat er tenminste in het universum nog een vorm van rechtvaardig is. Hè? De overleden theoloog Kuitert, die toen hij nog gelovig was trouwens, zei hij, ja, ik geloof in een God, want het kan niet zijn dat de beul een oneindige voorsprong heeft op zijn slachtoffer. Dus als ik in dit leven allemaal hele nare dingen heb gedaan en vervolgens ga ik dood en is er geen gerechtigheid meer, dan blijft het kwaad ongewroken. Dus ik vind bepaalde dingen die zijn heel erg ernstig. Ik zeg ook altijd bij daders bijvoorbeeld van incest of van kindermisbruik. Dan denk ik, heb het natuurlijk over de slachtoffers. Natuurlijk, dat is buiten kijf. Maar ik vrees ook, ik ga weer een hele zware term gebruiken, maar ik vrees ook voor de ziel van de dader. Als je dat soort dingen doet, dan leid je schade aan je eigen ziel. En dat is eigenlijk ook verschrikkelijk. We moeten ook bepaalde fouten, met name als het gaat over dit soort dingen. We weten allemaal seksueel misbruik, hoe diep dat inhakt. Dat is nog wat anders dan dat je een leugentje over iets hebt. Ja. Seksueel, dat komt zo diep bij jouw existentie binnen, dat als daar iets misgaat, gaat er ook heel erg veel mis. Dus daar kunnen we niet ernstig genoeg over zijn. Ja. Nou ja, dit is huiswerk denk ik ook voor onszelf, zeg maar, om een beetje na te denken van, jij luistert of wij hier aan tafel, om eens na te denken van, hoe ga je daarmee om? Waar is die barmhartigheid? Waar zitten inderdaad grenzen aan? Hoe kun je zelf vergeven en wat voor een, wat brengt dat? Nou, en tegelijk mild zijn dus over anderen die als het niet lukt, want dat is inderdaad, daar heb je ook heel veel voorbeelden van genoemd, waar je heel goed kunt begrijpen dat het zo erin heeft gehakt dat het niet betekent dat je daar maar die vergeving kunt geven. Nee, precies. Nou ja, en ik zou zeggen, we zijn natuurlijk bijna aan de tijd, neem ik aan, maar zoek eventueel een biechtvader of biechtmoeder. Ik denk dat het wat ontzettend belangrijk is dat als jij een grote fout hebt gemaakt en dat je het liever zelf al aan iemand verteld hebt. Ja. Dat is voor jou psychologisch. En als daar de deksel op blijft zitten, dan gaat het gisten. En dan wordt het heel... Houd het niet geheim. Houd het niet geheim. Zorg op zijn minst 1 of 2 goede vrienden tegen wie je het kunt vertellen. Of als je geloven bent, zoek een geestelijke. Die kijkt nergens van op, hoor, kan ik je vertellen. Een goede predikant kijkt nergens van op. Die hebben alles al een keer meegemaakt. Die hebben alles al meegemaakt. Weten dat de mens slecht is. Ja, ja, ja. Ja. Ook de goede mens. Dat is een vorm van persoonlijke hygiëne, zou ik zeggen. Ja, mooi. Dank Theo voor dit gesprek. Dank voor het luisteren. Fijn dat je dat hebt gedaan. En als je nog meer hierover wil weten, dit is ook wel een thema waar we best regelmatig in de krant over schrijven, Dick. Dan moet je op nd.nl kijken. Kun je daar verdere verhalen vinden. Ook van Theo Boer, die regelmatig voor ons schrijft. En wil je een abonnement? nd.nl/abonnement. Daar vind je alle soorten en maten aan je voorgeschoteld. Dus sluit die af. Steun ook deze podcast. Want dat kunnen we goed gebruiken. Dag.